Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij ARK Survival Evolved hier op de ARK Eternal Server. Oh, het zat mij niet lekker. Die vorige aflevering, ik heb hem nog maar net afgesloten. Maar ik dacht van, dit kan niet goed gaan. Wij zijn met zo'n succes hierheen kunnen varen. Het zit ons allemaal nog zo mee. Deze hele serie. Ik kan dit niet zo achterlaten. Dan gaan wij misbruik maken van het geluk. Wat we daarbij gehad hebben, tot nog toe. Taming Order Group 1. Dat zijn onze raptors. Dan luisteren alleen onze raptors naar ons. Als het goed is, zitten ze daar allemaal in. Oeh, sweet. Zie de hoeveelheid cactus die of dat dier groeit. Dat zijn we nodig. Het maakt mij niet uit welk level die Tony Drekken is. Oeh, wauw. Ze zijn erbij. 70, 72, 100. En zij ontvingen gewoon geen damage. Sweet, deze raptor pack is nu al insane. Is dit een platform waar we willen wonen eigenlijk? Ja, dit is een platform. Ik heb een... Nee, ik ben niet nog een dief of nog een jatter nodig. Oh, zo hoort het jongens. Het is hier verbazingwekkend rustig. Het is hier gewoon extreem rustig. Er is hier niks dat ons op wil vreten. Oké, micro raptor misschien. Kan voor problemen zorgen. Maar ik ben van mening met deze raptor pack dat dat niet zo'n heel groot probleem zou moeten zijn. Staan jullie nou allemaal op follow raptor? Mis ik er nou een paar? Mogelijk. Komen we vanzelf? Oh, daar is Delta. Het zal ook... Het is gewoon weer Delta die of dat we missen. Misschien was dat niet een paar, maar we missen er in ieder geval wel één. Het ziet er hier echt rustig uit. De zon gaat onder. Oh, wat. Oh, en Blue. Wat? Blue is degene die gewoon 100 hit. Blue is de niet-gebriede dino die de meeste damage doet. Insane. Jullie, blijf hier. Als het goed is, sta jij op passive. Change stance is passive. Sweet! Alle dino's kunnen hier nou veilig heen. Let's go. Oh, er staat nog eentje. Oh, Blue. Natuurlijk. Blue staat op follow-up mij. Dat hoorde ik zo. Blue hoort mij te beschermen. Oh my god. God, ik kan er gewoon nog steeds niet bij dat het onze vorige aflevering is gelukt om veilig hierheen te kunnen komen. Was hij, blijf jij maar daar. Oh, er is nog een raptor die het ons graag wil beschermen. Ik heb 8000 stone in Basie zijn inventory gezet. Mropsy die kan nu gewoon bewegen. En ik kan de urge haast al niet weerstaan om die cactus meteen te beginnen te harvesten. Oeh, die boom die ziet er ook cool uit. Kunnen we nu niet goed zien met die ondergaande zon. Zullen deze bloemetjes ons ook silk geven? Deze roze bloemetjes hier, die geven ons sowieso silk. En, ik moet wel heel eerlijk zeggen, kunnen we deze ook weghalen? Oeh, salt. Oh, salt. Sweet, kunnen we preserving salt mee maken? Oh, oké, dat is vet. Maar we zijn hier nog niet op te harvesten. Maar op zich, je bent ook geweldig. Wat kun jij veel bij je dragen? Toen ik... dacht dat ik hier wegvloog, had ik ook het idee dat dit allemaal super makkelijk te verdedigen was. Wat zijn wij aan de juiste kant geland. Daar loopt de Deodon, daar loopt de Deodon, daar loopt een Sabertooth. Oh, als wij aan de andere kant van dit platform aan wal waren gegaan, hadden we meteen moeten vechten. Soms zit het geluk zo ongelooflijk mee. Oh, wauw. Ik ga die laatste paar dino's nog even meenemen. Ik denk dat ik gewoon op... Oh, nee, sommige dino's die zijn nog te zwaar. Die kunnen helemaal niet bewegen. Holy crap. Nou, ik ga dat even fixen, even voor elkaar maken. En misschien moeten we dan ook de fundering proberen te leggen. Ik weet ook niet of ik genoeg... Oh, jij kunt ook niet vliegen. Blijf jij ook maar hier. De andere vogels, die kunnen wel vliegen. Dus die kunnen gewoon op follow. Die kunnen gewoon met ons mee. Jij, Garnis en... Oeh, Belagornis. Oh, damn. Die moet nog een naam hebben. Oh, we vergeten bijna. Vorige aflevering hebben we daar niet eens meer naar gekeken. Maar Bassie heeft 1497 fishmeat en 20 Megalodon tooth bij zich. Het klinkt best wel veel, maar eigenlijk valt dat dus reuze mee. Pelagornis op follow in het water. Dat is echt... Kijk, ik word gewoon alle kanten op gedrukt door die Pelagornis. Wat is dit vervelend. Moeten we Brawny ook mee? Kan Brawny lopen? Brawny, kun jij lopen? Nou... Niet van harte. Oh, moeten we nog zwemmen met hem ook? Ronnie is al zo'n ster in het water. Hebben we ook al die pelagornes er nog voor ons zitten? Oh, wat doe ik mezelf ook aan? Oké, ik zit vast. Ik ga dit off camera doen.
Oh, wauw, ik kom hier teruglopen. En Bassie heeft gedaan wat hij doen moet. Die haai is niet vanzelf dood gegaan. Maar waar Bassie nu heen aan het gaan is. Ik heb geen idee wat of dat hij aan het doen is. Kom eens hier, jij. Wat heeft jou zo boos gemaakt? Wat is er aan de hand, maatje? Oké, je hebt hier een haai doodgemaakt, maar was hier nog meer wat gevaarlijk was? Oh, damn, dat houdt wel in dat we ook eigenlijk vrij snel. Dit is maar een dolfijn. Ik heb geen idee waarom Basti zo boos was. Misschien moeten we Basti op follow-up het raft zetten. Dan, als hij zichzelf dan verdedigt, dan komt hij in ieder geval weer terug naar het raft, denk ik. Ik hoop het in ieder geval. Kan ik dragen wat er in jouw inventory zit? Nee, kun jij nog iets dragen? Kun je dat dragen? Ja, dat kun je dragen. Oké, kom. En wat heb jij in je inventory? Dit kun jij wel dragen. En jij kan dat dragen. Zo. Zo. Ja, die komt goed. Dit komt helemaal goed. Be right back. De zon begint op te komen in de volgende dag met nog een onweerswolk achter ons. Het was vannacht een onstuimige nacht qua weer. Verder, vrij uneventvol. Blue heeft hier nog ergens een pergamastax opgegeten. Cor heeft besloten om hier zijn plekje van te maken. En oh, onze nieuwe Pelagorn is die nog geen naam heeft. Rond een level 290, 290, 219 baby Pelagorn is. Die heeft besloten om hier bovenop de rots toezicht te houden over alles wat of dat er maar gebeurt. Alle inventories van alle dino's die zijn weer zo ongeveer zoals dat het hoort. Behalve die van Bassie hier beneden. En wauw, dit platform is nog wel groot. Kijk, Bassie daar beneden. Werden we nog aangevallen door een Deodon, maar met Bassie en Blue samen. Meer stelde zo'n Deodon niet zoveel voor. Maar ik was hier die stenen aan het weghaken over de nacht heen. En toen dacht ik, dit moet beter kunnen. En dat kan ook beter. Natuurlijk kan dat beter. We moeten eerst hier in de smithy in onze noob base. Onze 4 foundation grote base. Moeten wij even onze tools weer maken. Want ik heb ze gewoon compleet en helemaal vernield afgelopen nacht. Met het farmen van resources. En die resources die gebruiken wij hier dan allemaal weer in onze mortars en pestles. We hebben er dit keer niet één, maar drie. Deze is voor clay. Deze narcotics. Waarom kunnen we niet meer narcotics maken dan? We zijn altijd meer narcotics nodig. Narcoberry en spoiled meat. Geen idee waar ik dat allemaal heb gelaten. En hier maken wij sparkpowder en gunpowder. Gunpowder. Om nog meer ammo te kunnen maken in de smithy. Als ik hier nog wat aan doen. Yep, mijn arcs. Maar. Blue. Misschien is dit niet een moment voor jou. Maar optie. Misschien zijn we wel wat van jou nodig. Ik denk dat het tijd is voor. Nis, waar ben je? Palavia? Cor? Oh, Nis, staat hier. Oh, mijn god. Wat is het ook een bende. Maar eigenlijk wil ik even gauw kijken of er in dit directe omgeving ook iets is van een Deodicurus. Nog wel weer een Thorny Dragon. Maar hout zijn wij hier voorzien. Thatch zijn wij hier voorzien. En. Oh, crap, wat is dat? Oh, een. McElane. Nee, Megatherium. Ah, wauw, die stond zo raar. Ik dacht dat het heel wat anders was. Oeh, hier is wel metal. Oh, snel afgeleid. Ik denk dat het een goed idee is om te gaan kijken. Oeh, schorpioen. Te gaan kijken voor een Deodicurus. Eigenlijk hebben we alle andere bouwmaterialen vrij makkelijk te farmen. Maar vooral de sand en stone. Dat moeten wij allemaal nog handmatig farmen. En dat duurt me te lang. Yep, dat duurt me goed te lang. En damn, dit gebied hier is wel een heel stuk vijandiger als wat we gewend zijn. Daar zijn Deodicurus. Maar 25 en 20. Die zijn sowieso te laag. En deze Terrorbird, alhoewel low level, het helpt natuurlijk wel, het tempt wel sneller. Deze Terrorbird en deze Sabertooth hier, die helpen natuurlijk ook niet heel erg mee. In het temmen van een Deodicurus hier. En ze zullen toch ook eerst nog weer een life moeten regenen. Oh, wat is hier allemaal gaande dan? Holy damn, hier beneden wil je niet komen te zitten zonder stamina. Wat? Dit is insane hoeveel hostile dino's er daar waren. Ik ga nog even verder zoeken. Even kijken of we misschien iets van het Deodicurus zouden kunnen vinden. Die kan helpen bij het farmen van het materiaal. Oeh, daar is er een. Daar is er een. Hij is in gevecht. We gaan hem meteen helpen. Oh crap, dat kan natuurlijk niet. Je hebt alleen de schorpioen, alsjeblieft.
Yes! Oké, die schorpioen die valt ons aan. Misschien heeft die schorpioen ons zelfs wel geholpen. En dan wordt Torpo gedaan op die Dodicris. Het low level maakt me niet eens heel veel uit. Nu is het wel lastig om iets te temmen in dit gebied. Oké, zijn ze ook boos op mij? Ja, ze zijn 100% boos op mij. Want het is hier vrij vijandig. Kijk, daar komt er alweer een schorpioen bij. Oh, gaan wij ook al bijna nog? Nee, het valt mee. Oeh, en een Tony Brecken. Ik weet niet of ik ga vechten met een Tony Brecken met onze Nis. Oké, we houden het nog vol. Maar die Tony Brecken, die Wild Tony Brecken, die vraagt zelfs onze Mropsy bijna af. Oké, deze Tony Brecken in ieder geval niet. Oeh, Nis, jij bent OP. Let's go. Deze schorpioen die moet naar de maan. Oh, dit is waar ik van hou. Oh, niks niet van het OP gevoel in Ark. Oh, ze is zwak. Ze is zo zwak. Oh, als we nou een betere, meer tames hadden gehad, dan hadden we deze schorpioen zo op kunnen pakken en ze aan de kant kunnen gooien. Met sommige tames hadden we zelfs gewoon deze Dodicrisus op kunnen pakken. Ik weet niet, wat level zijn ze? Let's go. 95 female, die heeft dan een beetje Torpoor in haar. En level 20 female. Oké, het mooiste zou zijn als we die 95 mee kunnen nemen. Is. Ze lijken een beetje boos op jou. Misschien is het tijd voor jou om ergens bovenop een rots te gaan staan en gewoon even naar mij over te laten. Want jij was goed in het doodmaken van die schorpioenen. Maar het neerschieten van een Dodicrisus kan ik ook helemaal niks van. Volgens mij was deze lichtgekleurde de level 95 en die was dan de level 25. Die kunnen we ook nog schieten. Het zijn beide females. Dus eigenlijk hebben we er helemaal niks aan om die level 25 ook mee te nemen. Maar we hebben er wel genoeg aan om die level 25 nog te schieten. Want dan valt hij me gewoon niet meer lastig. Waar ga jij heen? Hier blijven. Jij niet. Nee. Jou moet ik hebben. Level 95. Ben jij al aan het Torpoor rennen? Nee, oké. Wow. Trickster. Jij kleine trickster. Mij zo voor de gek te houden. Let's go. Kom op. Yep, kom maar hier. Kom maar op. Ja, met z'n tweeën. Ik kan jullie beiden wel hebben. Let's go. Moeten we misschien ook nog heel even Torpoor checken? Oké, waarom rent die nou weer weg dan? Ik heb geen idee. Waarom schiet hij er dan ook weer op? Ik heb er toch helemaal niks aan. Die is level 25. Deze level 95. Die komt mij veel beter uit. Hoop ik in ieder geval dat dit level 95 is. Want je zoveel... Wat? Nog niet eens halverwege. Oké. We kunnen dit. Let's go. Oh. Is ze nu echt Torpoor aan het rennen? Of houdt ze me weer voor de gek? Ik hoop dat ze echt Torpoor aan het rennen is. Dit is best nog wel een mooie plek om haar in vast te hebben zitten. Liever niet die kant op, want daar beneden waren zoveel hostiles. Dit is een easy. Dit is een makkie. Met alles in de buurt dood. En die Dodicrisus die eigenlijk zo ongelooflijk traag zijn dat ze er toch niet zo heel veel van bakken. Is dit goed te doen? Die andere Dodicrisus heb ik af en toe nog eens een keer een pijltje in zijn hoofd geschoten. Gewoon puur om hem te laten weten dat ik dat kan doen. Verder niet. Oh, dude. Lady. Oh. Lady Dude is neer. Magic Berries. Ik heb geen idee hoeveel Magic Berries. Ik weet alleen dat het ontiegelijk lang duurt bij een Dodicrisus met Magic Berries. Dus. Misschien moeten we er gauw even iets omheen bouwen. Misschien laten we Nis wel daar. Ik denk dat ik er gauw gewoon even iets omheen bouw. Ik denk gewoon de simple stone structure. Even gauw eromheen. Oké, dat zijn Morella tops. Die zullen mij niet aanvallen. Daar lopen wel hyenadons. Maar overigens even tussendoor. Deze struiken hier. What the crap. Die zien er cool uit. Zijn we bang voor een hyenadon? We hebben wel bolo's bij ons. Ik zie er ook maar eentje. Oké, dit was er niet. Maar hier beneden is ook veel metal. Daar is nog meer een Terrorbird. Oh shit. Nis. Time to save me, Nis. Oh, dammit, je bent ook te traag. Nis. Alsjeblieft. Oh, mijn timing is off. Oh. Sweet, Nis. Dankjewel. Ik kwam op het perfecte moment aan. Hoeveel life hebben jullie? Niet zoveel. Dit geeft Nis nog weer wat free XP'tjes. Wauw, ze geven zelfs prime meat.
Oké, sweet. Ze zullen toch wel ook hier weg moeten. Want als ik hier nou zo rond laat lopen. Oh my god, deze is zelfs level 140. We zouden hem nog kunnen schieten. Maar een hyena dan kun je niet temmen door hem nog te schieten. Dus ik ga proberen hem dood te maken. Oké, hij is gevlucht. Hij is nog niet gevlucht. Oh, niet meer door dikkers bijten jij. Kom hier. Nee, nee, ik ben niet bang voor jou. Ook niet als jullie met meerdere gaan komen. Kom maar op, Nesty eet jullie allemaal op. Oh, wat is dit vervelend om tegen te vechten, man. Hadden we nu Blue of onze andere raptors maar bij ons. Die waren veel sneller dan hun. Daar was er niks meer van overgeblazen. Nist doet natuurlijk niet heel veel damage. Nope. Nist doet niet heel veel damage. Oh, ik ga dit nog even doen. Dan gaan we even wat om de doordikkers heen bouwen. Ah, dan zijn wij er zo weer. Oh, wat? Wat? Dit is nog niet zo heel veel later als de vorige cut. Daar waren we met die twee hyenadons bezig. Ze zijn beide dood. Ik kom hier weer. Ik begin wat fan sports te maken. Hij was al op 41%. Wauw. Jij was erg hongerig. Misschien is het niet meer nodig om er iets omheen te bouwen. Ik weet het niet zo heel goed. Nee. Wat? Dat is toch iets met G? G was voor street. Oh crap. Ik heb een S-plus gemaakt. Are you kidding me? Ben ik vergeten om S plus fans supports te maken en heb ik base game items gemaakt? Really? Oh, really? En het nadeel aan die base game items is, het is nagemaakt van S plus, alleen het is dan gewoon slechter gemaakt. En ik voel AFK aankomen totdat die getemd is. Ook heb ik er nog niet heel erg bij nagedacht hoe of dat wij dit beest thuis gaan krijgen. Misschien moeten we ons Raft en Bassie ophalen. Misschien is dat nog maar een goed idee. Oh mijn god, wat is dit een rommel. Wat is dit een rommel. Ik ga erover nadenken. Oeh, daar snapte die goed. Zoals dat het wordt, zoals dat het moet. Zoals dat ik normaal één keer op G had hoeven te drukken. En als ik gewoon S plus had gemaakt, dan was die alweer goed gesnapt. Maar, mijn fout. Oh, damn it. Damn it. Nee. Oh, crap. Hoe ben jij... Waar ben jij nou weer heen gesnapt dan? Wat? Oh, die was schuin over hem heen gesnapt. Oh my god. Dit duurt denk ik al wel langer om dit te krijgen zoals dat je het wil hebben. Want hé, hey, dat laat dat maar aan de Arcdevs over. Om dingen gewoon die heel goed werken kapot te maken. Ah, be right back. Oké. Het hutje is daar. De foundation supports zijn gesnapt. Misschien hadden we wat meer walls moeten gebruiken. Ik heb ook geprobeerd er een ceiling op te maken. Maar schijnbaar tellen deze fence supports niet als foundations. Dus ik kan er geen ceiling op plaatsen. In de tussentijd heeft hij door het ikker eens bedacht. Dat hij al bijna voor 90% getemd is. Die hebben nog dragenis. Kan allemaal wel weg. Kunnen we makkelijk opnieuw farmen. Back at base. Maar, crap, really? Daar is nog een doodikker, dus die was dichter bij base. Al een klein beetje, maar wel dichter bij base. We hebben level 85 female, daar hebben we niet meer zo heel veel belang bij. Maar ik denk dat wij hoog kunnen blijven met die doodikkers. En misschien met Nis een klein beetje vooruit. En alles wat ons aan zou kunnen vallen, naar beneden lokken. Dan denk ik dat we daadwerkelijk een clear shot hebben. Hoop ik. Hoop ik in ieder geval. Onze doodikkers zou vrij snel getemd moeten worden. En dan gaan we het gewoon proberen. Die doodikkers is natuurlijk ook niet zomaar dood. Oh really, is hij weer net niet naar beneden gevallen? Ik eet jou met alle liefde op, oh meneer de schorpioen. Dat is goed voor de levels van Nis, die ik nog niet eens toe heb gepast. Oké, weer een schorpioen minder. Dat is alleen maar beter, want ik zijn weer dichterbij. Meer zadels voor Pelagonis. En meer levels voor mevrouw Nis. Oh, wat? Oh my god. Ik ga even scouten. Even wachten tot hij getemd is. Dat kan niet heel lang meer duren. Dus ik heb dat hutje ook gewoon compleet helemaal van niks gebouwd. Maar hey, het is wat het is. Als we dan toch staan te wachten, moeten we ons ook maar even nuttig maken, denk ik. Wow. Volgens mij is dit de eerste rich metal vein hier die ik harvest in dit seizoen, in deze serie. Oh, sweet. 475 metal. Nis, hoe denk jij erover? Doen we nog eentje?
Doen we er nog eentje, Nes? Ik heb geen idee. Misschien is onze dooddikker al wel weer getemd, maar ik ben een stuk die kant op gevlogen. Al bijna weer bij de base. Het leek veilig genoeg. Ik heb nog wel schorpioenen gekild, waardoor Nes nog weer meer kuiten heeft gefarmd. Waardoor we nog meer zadels zouden kunnen maken. We krijgen inmiddels ook een beetje honger van dat harde werk hier. Oh, yes. Oh, en we hebben Ootje 2 ook nog bij ons. Wat hebben we die meegenomen op een avontuur als dit? Dat is toch levensgevaarlijk. Waarvoor doe ik zulke dingen? Waarvoor doe ik mezelf dit aan? Oh, straks waren we Ootje 2 ook nog verloren. Ik wil geen Ootje 3 dit seizoen. Ik wil gewoon geen Ootje 3. Laten we eens kijken. Ik denk dat de Dodekris er al is, maar... Wow, deze map is zo mooi. Dit terrein hier is zo mooi. Ik heb dit vaker gespeeld, absoluut. Maar, oh damn. Kijk dan gewoon. Dit is toch de sick map design. Absoluut vet. En oh, sweet. Wij hebben een Dodekris. Hebben wij zo'n gun bij ons? Hebben we bij ons? Structure. Pick-up. Nee, demolish. Let's go. Alles weg. Oh, crap. Daar laten we natuurlijk ook in de inventory van die Dodekris kunnen doen. Maar laten we niet te zuinig zijn met simpele materialen. Waar we dankzij deze Dodekris nog veel sneller kunnen gaan farmen. Je moet wel in leven blijven. Kunnen we naspreken? Doe ik er eens. Let's go back to base. Oh, hier gaat onze Dodekris. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oh, hij staat niet zo passief. Oké, Mechaturium, volg mij. Kom maar. Jij, unfollow, blijf daar. Oh, die Mechaturium moet nog verder naar beneden, want straks valt hij ons nog een keer weer aan. Oh mijn god, de Mechaturium, die kwam in gevecht. Met een waterjug bug of iets in die richting. Wij hebben ook dorst. Oké, hier gaan we. Die Mechaturium is afgeleid. Oh my, ik dacht echt, daar gaat hij door dikkers eraan. En om ook heel eerlijk te zijn, hadden wij al lang terug kunnen zijn bij de base. Kom door dikkers, we moeten gaan. Ik was weer afgeleid. Ik was zo erg afgeleid. En misschien is onze door dikkers daar ook wel een beetje langzamer door. En ik weet het, we hebben dorst. Doen we zo wel wat aan. Oh, wauw, wat doet zo'n Mechaturium dan veel damage? Dat is toch niet normaal meer? Oh mijn god, ik dacht echt, we zijn hem kwijt. Maar, daarvoor ging ik eigenlijk naar de Dodekris toe, niet om naar zijn helft te kijken. Want hij overleeft het, we gaan het halen, hij moet het halen. Maar, bijna 3000 metal in zijn inventory. Ik was afgeleid, sorry, mijn fout, denk ik. Maar daar zijn we al. We kunnen onze raptors al zien, dus als we nu gewoon doorrennen. Dodekris, jump maar, vertrouw me. Spring. Ja, laat het zien. Laat het zien dat je het kunt. En dan komt hij. En dan gaat hij. Ja, 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 ja. Met zijn kleine pootjes. En hij heeft het gedaan. Oh, yes. Kijk, hier is al water. Oh. Oh, en ik hoef niet eens ernaast te landen. Ik had er ook op kunnen landen. Onze Dodekris is wel echt heel traag. Maar goed. Laten we hem niet vergelijken met als wij zouden lopen met onze vogel. Want dit is echt heel traag. Let's go. Oh my god, Dodekris, zadel, oh sweet, mats farmen en dan ga ik hier beginnen aan het hek. Want ik dacht eerst, we moeten een huis bouwen om onze spullen in ieder geval veilig te kunnen houden. Ark, waar ging die bola van mij heen? Ark. Oh mijn god, check die kleuren. Oké, never mind, hier, nee, verkeerde. Deze. Wat? Nee. Deze. Niet eraf. Niet eraf. Nee. Ah, oh, jij. Oké, dat was misschien ook niet het meest verstandige. Oh, damn. Nou kan ik weer niet vuren natuurlijk. Ik jaag je dood toch weer de andere kant op. Oh, nee. Nou ga jij maar zwemmen met de haaien dan. Ik vind het wel weer goed. Oh, weer genoeg afleiding. Dodekris, zadel. Begin van de muur. Niet in die kant langs, want daar is het nog steeds gevaarlijk. Die kant is veiliger. Natuurlijk hebben wij 100 saddle blueprints. Oh, dubbel D is beter. We hebben weet ik veel hoeveel saddles en saddle blueprints. Maar voor het Dodekris, nope. Oh, wat balen. Maar wat ik dus nog maar zeg, ik dacht eerst van we moeten een huisje hier omheen bouwen. Zodat onze spullen in ieder geval allemaal veilig zijn. Maar dat is simpel. Dat is een paar muren, een ceiling erop en dat is eerst wel weer veilig. En dan kun je wel een heel huis bouwen, maar dan maakt het niet veel veiliger. Dan zouden we het van metal moeten bouwen. Oh crap, je was nog veel te zwaar. Ik ben ook nog veel te zwaar. Nis is nog veel te zwaar. Ik ga nu echt even materialen farmen. Beginnen aan de muur. En dan zijn onze dino's enigszins een klein stukje veiliger. Oh, wat gebeurt hier nou weer?
een funny trek en valt onze baby. Nee. Wegwezen jij. Oh. Gelukkig hadden we Bronnie nog voor het grijpen. Dan kunnen we hem zo opeten. Wat? Een wilde funny trek en die loopt zomaar onze basis in. Dit kan toch niet? Doe normaal. Echt. Nee. Niet die vlinder raken. Mot, wat het ook maar is. Oh. Oeh. Crap, die was nog level 140 ook. Holy damn. Oh, dit is dat de tweede dino waarvan ik denk, oké, die is dood. Die is dood. Ik had die steen nog wel heel gelaten. En, oh, alleen maar omdat hij er bovenop zat. Waarom deden jullie ook niks? Is gestart zijn ook allemaal op passief. Ik kan het ook niet kwalijk nemen. Het zijn dino's met waarschijnlijk brainworms, want het is ark. Stop met volgen. Zoek jij maar een iets veiliger plekje op. Wow, wat? Oh, alles wat ik hier hoor. Ik zag die Morelletops hier door de basis heen rennen. En ik denk, wat de crap is hier allemaal gaande. Maar we hebben inmiddels 2 van deze mortarinvessels aanstaan. Op het maken van klei. Dus dat gaat mooi snel. Dat schiet lekker op. En ik kan beginnen met het ontwerp van die gate. Eerst zijn wij Fans Foundations nodig. En volgens mij zijn daar ook Adobe versies van. Maar die kunnen we denk ik beter stone. We kunnen beter stone in 1000. Is misschien een beetje overdreven. Maar laten we beginnen 100. Oké. Oh, BRP. Toch heerlijk. In de woestijn. Een keutel leggen op je eigen verdeling. Nee. Die ochtendzon. Oh. Wat een genot. Hij is nog niet te heet. En het is nog steeds niet te koud. Onze railings zijn nog niet helemaal klaar. Maar onze fans begint er al aardig op te lijken. We hebben het eigenlijk vrij simpel gehouden. Zoals jullie zien heb ik met het einde van onze redelijk. Oeh, misschien ziet dat er ook wel cool uit. Maar dat ziet er ook cool uit. Ik heb met de fans supports enigszins een hek gemaakt. Om de ingang heen. Mijn laptop die er hier niet thuis hoort, die woont nog steeds bij ons. Dus zoals jullie zien... Dit hele stuk, hey Pillar, volgens mij hoor jij net anders. Ik heb het in de nacht gedaan en ik heb een beetje tijd gebrekt. Dus misschien zijn er enigszins details die ik over het hoofd heb gezien. Hier hoort ook nog een pillar onder. Ik heb geen pillars meer bij me, denk ik. Wat loopt hier? Crap. Ik heb geen bola. Holy damn, dat we dat weer hoorden lopen. We pakken Brownie, want Brownie is makkelijk te meenemen. Dat is zo'n hele pack met raptors door één zo'n gate. Wow, die Morelletops, die klom al bijna over het hek heen, voordat het hek af is. Oh mijn god, die Diamond daar. Die had ons bijna te pakken. Oh nee, er zit een zandstorm aan te komen, anders maakt onze Jerboa niet zo'n geluid. Ik denk, wat was dat toch ook? Welke dino maakt zo'n geluid? Maar dat is natuurlijk OG, die ons waarschuwt voor de zandstorm die of dat eraan zit te komen. Dus ik denk dat we dan nog een paar adobe walls erbij moeten gaan bouwen. Maar deze kant is dus helemaal recht. Hier loopt het een beetje met het terrein mee. En hier is het eigenlijk weer een cliff. Ik denk als niet dat een wilde dino hier tegenop kan lopen. Oeh, is dat nou weer diezelfde microraptor? Yep. Oh, een Argopteryx. Crap, zijn die wel knockout teams? Zijn dat wel knockout teams? Ik heb eigenlijk geen idee. Argopteryx. Wat? Dat is lang geleden dat ik die heb getemd. Non-modded. In ieder geval. Oké, hij is in ieder geval al wel bijna knock. Dus we blijven hiermee doorgaan. Hebben jullie die kleuren gezien? Er komt de zandstorm aan. En we hebben haast met ons hek op tijd af hebben. Wat sta ik weer te doen? Oh mijn god. Soms dit gaat me ook nog maar dood. Ark. Volgens mij heb ik hem al met meer darts geraakt. Dan dat jullie überhaupt hebben gerenderd. Maar hij is wel neer. Oh, crap, mieren. Pike hebben we nog bij ons. Voor mij kunnen we ze beter neerschieten met onze nieuwe super OP boog. Kom maar op. Nee. Ook voor jullie win ik het wel. Ook zonder Brownie. Oh, crap. Hebben we Brownie daar nog weer laten staan? Zie je wel, er kwam een storm aan. Volgens mij is dit geen zandstorm, maar is dit een onweerstorm? Oh, crap. Dat houdt wel in dat het... beeld straks weer te donker is om enigszins op te nemen. Argopteryx, Primeat. Hadden we niet nog Primeat in Nis? Volgens mij hadden we nog Primeat in Nis voor het killen van die hyenedons. Oh yes. Brownie, loop nou door. We hebben haast. Had je die kleuren gezien van die Argopteryx, Brownie? Check dit. Oh sweet. Zijn we die met Primeat?
Nee, want dan had hij al lang moeten eten. Put food in the inventory to tame. What? Weet ik echt niet meer. Hoe of dat je een Argopteryx moet temmen? Really? Dododex weet het wel. Dododex, weet mij te vertellen. Als je geen kibbel hebt, dan ben je keratin nodig. Keratin, dit is keratin. Ik heb keratin in mijn inventory. Ik weet alleen niet hoeveel. Hebt hij nu? Oké, okay, dat was genoeg. What? Oh my, wat jammer dat er een onweerstorm gaande is. Maar deze aangapteer ik. Sweet, you look sexy. Geef dat dan allemaal weer terug aan mij. Oh, het is misschien maar een level 134. Maar dit is wel een aanwinst weer hoor. Oeh, dan kunnen wij misschien OG eens een keer thuis laten. En toch nog een schouderpad bij ons hebben. Hier zien jullie het nog weer de poort. Wel ben ik erachter dat we misschien iets verder uit hadden moeten bouwen aan die kant. Maar ik denk dat ik dat wel doe tussen de afleveringen door. En misschien staan die stone pillars hier niet zo heel erg goed. Oh, are you kidding me? Oké, die Argopteryx is echt heel erg traag. OG, jij moet in de base. In ieder geval. Wat nog geen base is, maar je zult er wel in moeten. Want jij bent OG. Je bent de laatste OG die nog leeft. Want de eerste OG is doodgegaan. Daarvoor hebben we jou... Nou ja. Goed, jullie snappen wat ik bedoel. We moeten hem beschermen. We moeten hem veilig houden. Waar is die Argopteryx heen gekropen? We kunnen wel zeggen heen gelopen. Maar die loopt niet snel. Oh, yes, dat is het zo. Dit is de vliegkip. Oh, oh wauw. Oh, wauw. Dat moet zeer doen aan je arm als die zo uitgerekt wordt. Dat moet zeer doen. Oeh, wauw. Je kunt best wel lang glijden eigenlijk zo met die vliegkip. Ja. Het gaat ons lukken. Maar die kleuren aan die Argopteryx. Het spijt mij ook zeer, meneer de Argopteryx, dat ik jou Microraptor noemde. Sorry. Nou snap ik ook waarvoor of dat je voor me weg bleef rennen. Oké, dit is wel weer genoeg. Dit is wel weer genoeg. Oh, zie, kom. Kom, we hebben een hek om af te maken. Oké. Het is gelukt om OG op te pakken. Oké, dit is wel verschrikkelijk. Prioriteit is wel... Dat kan ik toch nooit dragen, man. Ben ik toch eens even na 21 is dan wel weer erg weinig. Maar dit was eigenlijk het idee van ons hek. Hier, wooden fence, railings op elkaar. Dan krijg je toch allemaal die minimaal 3 hoog. En ik denk dat dat genoeg is. Een Rex kan over 2 hoog heen lopen. En... Misschien. We zijn er bijna. Maar dit is het ontwerp van het hek. En ik vind het er wel cool uitzien. Vooral zo vanaf de buitenkant. Die Adobe Walls. Ah, ik geef vaak af op Scorched Earth. En de DLC's van Ark. Maar die Adobe Walls. Damn. Dat ziet er wel goed uit. Oké, deze pillars die moeten echt weg. Die pillars, dat kan niet zo. Mijn gun. Die staat niet meer op Destruction. Als het goed is op Pickup. Ja, die moet ook weg. Dit klitst iets te veel in elkaar. Dan ja, nee, dat is beter. Misschien moeten we er gewoon een stone gateframe neerzetten. En dan met die... Oké, dat kunnen we nog even proberen. Dat gaan we gauw nog even proberen. Maar dan moeten we ook echt weer mee op. Oh crap, dan kunnen we hem niet meer snappen, denk ik. Damn, oh. Oké, we kunnen hem nog snappen. Dat is geen enkel probleem. Kan deze erin? Ja... Sluit ook aan. Ja. Misschien. We laten het in ieder geval eerst zo. We laten het in ieder geval ook hierbij. Want we... Oh, we zijn alweer veel te lang bezig. We hebben daar in ieder geval een hek. Ik zal het nog even afmaken. Zodat dit laatste stukje ook dicht is hier. Want dit is wel een risicovol plekje. Hier had ik niet eens naar gekeken. Maar dan trekken wij deze wol gewoon rechtdoor. Volgens mij komt dat perfect uit. Meh, bijna. Maar... Oh, yes, dat gaan we doen. Volgens mij heb ik ook honger of dorst. Honger? Ik denk dat ik honger had. Wat? Het is een beetje asociaal. Zijn ogen zien er een beetje tranerig uit, want we hebben de hele nacht doorgehaald met resources. Sorry, sta je nog op follow? Oh, sorry meneer de Argopteryx. Wat weer een dag vandaag. Oh, mijn god. Wat ben ik blij dat ik dit mag doen en dat ik het nog kan delen met jullie ook. Oh ja, het is een aflevering door, zal ik hier ook even gauw een paar muurtjes aan bouwen. En zodat we in ieder geval veilig uit kunnen loggen. Oh, dat kan soms handig zijn. Wow, ik klits gewoon helemaal in mijn smitty. Hier kunnen we nog even kijken naar ons leger.
aan Semeon. Oeh, moeten we ons S plus item collector ook nog weer neerzetten. Zodat hij, heb ik dat hierin zitten? Dat heb ik hierin zitten. Zodat hij die eitjes in ieder geval allemaal kan gaan verzamelen. En kan gaan beginnen met poep verzamelen. Geen idee waar ik je neer wil zetten. Je mag hier wel even staan. De feeding trough heb ik opgehaald vanaf de boot. Oh, S plus item collector. Jij gaat weer aan. Oh, sweet. Dames en heren, bedankt. Bedankt voor het kijken naar weer een aflevering waar ik enorm veel van heb genoten. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan. Ik hoop dat jullie de volgende keer er weer zijn. Maar voor nu, tot de volgende keer. Appetjoe.